7 doden door drama Koninginnedag, inclusief de dader. Dansgroep treurt om hun doden en meerdere gewonden. Caravans mogen voortaan harder op de snelweg. Dames en heren, goedenavond. De politie heeft de man die gisteren een aanslag wilde plegen op de bus van de koninklijke familie niet meer kunnen verhoren. Hij is vannacht aan zijn verwondingen overleden. Wat zijn motief was om op de mensenmenigte in Apeldoorn in te rijden, blijft daardoor wellicht een raadsel. Vandaag overleed ook iemand van de marechaussee die zwaar gewond was geraakt. Daarmee komt het totale aantal slachtoffers op 7. Apeldoorn rouwt om een treurige Koninginnedag. Duizenden mensen kwamen vandaag naar de plek van de aanslag. Om bloemen te leggen, om troost te zoeken, om te praten. We stonden hier achter die paal, zo achter de naald. En toen zagen we het zo gebeuren. En je hoorde eerst door die stellage hoorde je ze heen rijden. En daarna was het een klap, toen vloog die op die naald. We hebben het gisteren allemaal meegemaakt. Dat is iets verschrikkelijks. Vandaag overheerst rouw. Het is een collectief verwerkingsproces. Met als meest gehoorde vragen, waarom? En zal Koninginnedag ooit nog hetzelfde zijn? Nederland is intens geraakt, denk ik echt. En Koninginnedag wordt misschien nooit meer zo'n feest als dat ooit geweest is. En toen kwam vanmiddag het nieuws over een 7e dode. En marechaussee overleed aan zijn verwondingen. Hij had net het trompettenkorps weggebracht naar Paleis het Loo. Ons trompettenkorps zou die dag optreden. En hij stond eigenlijk te wachten op hun terugkeer. En hij stond bij het dranghek waar de Suzuki doorheen kwam. En hij werd geschept. Burgemeester De Graaf kondigde aan dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar hoe het heeft kunnen gebeuren. De politie is inmiddels gestart met een interne evaluatie van het gebeuren van gisteren. Maar we zullen daarnaast stappen zetten vandaag en morgen en begin van de volgende week om een onafhankelijk onderzoek in gang te zetten. Naar het gebeuren van gisteren. Ik kan u daar nog geen details over geven, omdat ik nog in onderhandeling ben en in gesprek ben met verschillende autoriteiten. En natuurlijk ook de vraag nog moet beantwoorden, samen met anderen, wie dat onafhankelijke onderzoek gaat verrichten. Bloemen die gisteren het bordes van Paleis het Loo hadden moeten sieren, kregen vandaag een andere bestemming. En in het stadhuis tekenden enkele duizenden mensen het condoliancenregister. Dat zou eigenlijk vanmiddag om 3 uur sluiten, maar wegens de enorme drukte blijft het nog open tot vanavond 9 uur. Je wil wat doen. Je wil wat doen. En dan en niet alleen maar zitten. Je kan niks. Je bent helemaal aan het eind van je mogelijkheden. Ook morgen kunnen mensen in het stadhuis terecht om het condoleancenregister te tekenen. En inmiddels weten we wie dat onafhankelijk onderzoek gaat uitvoeren. Dat is het Nationaal Coördinatie Terrorismebestrijding. Marieke de Vries in Apeldoorn. De NCTB gaat dus een onderzoek doen, maar er was toch helemaal geen sprake van terrorisme. Waarom is deze organisatie hier nu toch bij betrokken? Nee, de autoriteiten zeggen inderdaad nog steeds dat er geen terreurindicatie was. Maar even los van de vraag of het nou over een terreurdaad ging in dit geval, is het natuurlijk logisch dat er een onderzoek gestart wordt naar de beveiliging van het Koninklijk Huis na zo'n vreselijk incident. En de NCTB is verantwoordelijk voor de beveiliging van het Koninklijk Huis. Dus het is logisch dat zij dit onderzoek gaan doen, ook met de kennis en expertise die ze daar in huis hebben. Nou, is aanstaande maandag al de eerstvolgende openbare gelegenheid waarbij de koningin en de kroonprins en prinses aanwezig zullen zijn. 4 mei gaat dat gewoon door? Komen er dan andere veiligheidsmaatregelen? Ja, dat gaat gewoon door. En de koningin, de prins en de prinses zullen daar ook gewoon bij aanwezig zijn. En ja, er zal extra beveiligd gaan worden daar. Maar hoe, in welke mate, op welke wijze, daar kan op dit moment nog niet veel over gezegd worden. Het comité 4-5 mei is daarover nog in gesprek met betrokken instanties. Rondom de Dam, ondernemers bijvoorbeeld, verwachten eigenlijk wel dat het wat drukker zal gaan worden dit jaar bij die 4 mei herdenking op de Dam. Omdat mensen de behoefte hebben om daar aanwezig te zijn om de koningin bij deze eerste openbare gelegenheid een hart onder de riem te steken. Jij staat daar in Apeldoorn op de plek waar het gisteren gebeurde, bij het monument De Naald. Er wordt daar veel gerouwd.
Ja, mensen komen hier nog steeds langs in grote getalen. Het is nu ook weer een stuk drukker na het avondeten. Zijn mensen toch weer hier naartoe gekomen? Zojuist om 8 uur is ook verderop in de grote kerk een bezinningsbijeenkomst begonnen. Waar mensen een kaarsje kunnen opsteken, ook weer met elkaar praten. Er moet veel gepraat worden. En er wordt op dit moment gewerkt aan de organisatie van een herdenkingsbijeenkomst. Daar is het nu nog wat te vroeg voor. Maar daarvan hebben ook premier Balkenende en de koningin, ook andere leden van het Koninklijk Huis, aangegeven daar dan ook graag bij aanwezig te zijn. Tot slot, de politie heeft medewerking van het publiek gevraagd met de vraag om beeldmateriaal. Heeft dat al iets opgeleverd? Ja, verschillende tips. Er zijn 750 telefoontjes al binnengekomen. 165 foto's van mensen die hier in de buurt waren en gefotografeerd hebben. En ook al een tiental filmpjes zijn geüpload via een speciale website van de politie. Maar de politie zegt dat dat vooral beelden zijn van het moment dat de auto hier tegen de naald crashte. Logisch ook, iedereen stond naar de bus van de koningin te kijken en zag dit dus gebeuren. Maar de politie is eigenlijk op zoek naar beeldmateriaal van mensen die misschien gefotografeerd hebben wat er daar bij die hekken gebeurde toen die auto inreed op de menigte. Maar daar hebben ze nog heel weinig van ontvangen. Dus er zal binnenkort een herhaalde oproep door de politie worden gedaan voor nog meer beeldmateriaal. Goed, dankjewel Marieke de Vries in Apeldoorn. De auto was al zwaar beschadigd omdat hij door 2 dranghekken heen was gereden. Hij reed dwars door de menigte heen en kwam tegen het monument De Naald tot stilstand. Een politieagent kon nog net op tijd wegduiken. Op de achtergrond is de koninklijke bus te zien. De bus reed na het incident omringd door beveiligers snel door naar Paleis het Loo. Op straat liggen ernstige wonden. Sommige van hen worden gereanimeerd. Op het kruispunt zijn hulpdiensten snel aanwezig. De gewonden worden met doeken afgeschermd. De bestuurder is uit de auto gesneden en aangehouden. De ontzetting langs de route is groot. De stoet vertraagde. Op dat moment zie je mensen kijken, agenten gaan bellen. En op dat moment krijg je flarden van communicatie te meer. En dan valt er stilte. Het merkwaardige is, de lach, ze verdwenen, iedereen kijkt ernstig. Ja, we zaten gewoon op die tribune en de koningin reed voorbij in de bus. Ja, in één keer was het stil en toen zagen we op het scherm zagen we dat dus gebeuren. Ja, wij stonden met kleine kinderen stonden we ook vooraan. Dus ja, we hadden niet 100 meter verder moeten staan, want dan, ja, dan had het ons ook kunnen gebeuren, zeg maar. Burgemeester De Graaf van Apeldoorn maakte even later bekend dat het officiële programma is afgebroken. De schrik en de beelden die de familie heeft meegekregen aanleiding zijn geweest om het officiële programma op dit moment af te breken. Het spijt mij bijzonder u dit te moeten melden. En ik ga mij nu naar het commandocentrum van de politie en de hulpverlening spoeden om een totaalbeeld te krijgen van de situatie. Koningin Beatrix heeft haar medeleven betuigd aan de slachtoffers en hun verwanten. De koningin zegt, mede namens de andere leden van de koninklijke familie, zeer geschokt te zijn door de gebeurtenissen. In het hele land zijn evenementen afgelast. De hulpverlening na het incident van 12:10 vanochtend, die kwam snel op gang. Kijkt u mee naar beelden die zijn gemaakt door een cameraman van RTL van enkele ogenblikken na het ongeluk. Hulpverleners van het Rode Kruis die verlenen meteen assistentie aan de hulpdiensten. Een aantal gewonden zijn later opgevangen in het Rode Kruisgebouw van Apeldoorn. Yeah.